Yo beste kijkers van Genema Gaming, leuk dat jullie kijken en ik ga weer een nieuwe character creation video maken. Ik heb eerder al een Azura video gemaakt en nu ga ik een character creation video maken van de Silfairy. Dit is ook voorlopig mijn laatste character creation, want ik heb al een character creation van de Charm, van de Human, van de Norn en van de Azura. En tot slot komt dus nog die van de Silfairy. Silfairy, maakt niet uit hoe je het uitspreekt. Ja, het zijn planten zeg maar. Ik moet zeggen, ik heb al even hiernaar gekeken en dit vind ik erg... Ik dacht, die plant ga ik echt niet doen, maar ik vind ze eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, fucking vet. Dat meen ik serieus, ik vind ze echt cool. Ik ga denk ik deze beta ga ik ook mee spelen. Dus ik ga dit wordt gewoon mijn definitieve character. Waar ik nu, nee, ga ik, dat nog niet, nee. Ik ga eerst gewoon even, een leuke preview houden van alles wat laten zien. Hier, het ziet gewoon gaaf uit. Dit is allemaal de uiteindelijke gear, dat is allemaal een beetje plantaardig, kun je het noemen denk ik. En, nou ja, het is niet zo dat al je gear zo is. Je krijgt gewoon normale gear. Dit is een, ik vind het er gaaf uitzien. Dit zijn de standaard pakjes, zeg maar, de standaard pakjes. Dit zijn de looks, hoe je er ongeveer uit komt te zien als je uiteindelijk level 80 was, geloof ik, bent. De Thief vind ik eerlijk gezegd heel vet. Ook weer, bij deze. Vond ik ook wel bij de Azura, bij de Silfairy vind ik Thieves ook wel weer cool uitzien met die standaard kleding. En, even kijken, zou ik een engineer, dat past niet op. Ik vind dit wel echt een ranger eigenlijk. Even kijken. Nou ja, dit is gewoon de standaard gear. Heb je altijd als, als range aan. Natuurlijk gewoon grote, kleine. Fysiek kun je aanpassen. Je kunt dunner en breder. Nou, je kunt heel mager, je kunt heel breed. Net even wat jij het liefst wil. Ik vind het een beetje gemiddeld. Oké. Okay. Dit is ook, dit is alleen textuurverschil eigenlijk. Op de huid, nou dat doet er niet heel veel toe. Het skin, kon je ook zeg maar zonder kleren bekijken. Dat gaat extra, wat doe ik nou? Dat gaat echter niet hier. Dus je kan geen skin verschillen bekijken. Wat zijn de kleuren die ik kies? Ik zie geen verschil. Ofwel, jawel. Ik zie verschil. Of toch niet? Nou, ik zie, nee. Maar je kunt hier gewoon een patroontje op de huid. Het is niet... Je ziet echt alleen de armen, dus het doet er niet heel veel toe. Dat zal wel. Dit vind ik wel echt vet. Je kunt best wel vette heads gewoon. Ik moet zeggen, dit vind ik er gewoon vet uitzien. Gewoon best cool. Je kunt vette kapsels. Je kunt de kleuren kun je veranderen als je wil. Nou ja, je kunt het gewoon heel vet uit laten zien. Ja, er is iets heel creatiefs aan deze race, vind ik zelf. Het is heel... Je ziet hier toch duidelijk een mens in, terwijl het toch duidelijk allemaal... bladeren zijn, zeg maar, in de vorm van een kapsel. Dus dat vind ik wel heel vet. Je hebt zelfs, ja, een soort van, dit is eigenlijk bijna reptielachtig. Kun je voor kiezen, als je een reptiel wil zijn. En een soort Chinese hoed. Nou, dit haar, kan wel even. Ja, dit is toch best vet, maar oké. Skin. Allemaal verschillende skins. Ik zal even een korte view laten zien. Dit is bijna een skelet, een beetje. Dit is dan weer, ja, het ziet er best vet uit, vind ik zelf. Heel menselijk. Dit is dan, het is heel anders, want kijk, dit is bijna een skelet. Dit is echt een boom. En dit is gewoon een soort vlinder die je erin ziet. Als je heel creatief naar kijkt, om zo te zien. Gewoon het full split en zo. Het is wel een beetje de inspiratie ervan waarschijnlijk. Dit ziet er een beetje creepy uit, moet ik zeggen. Het is allemaal gewoon, ja, precies zo als jij het wil eigenlijk. Ik kan ook zeg maar, nou, ik maak gewoon een Chinees. Nee, dat kun je niet goed zien. Maar het is gewoon gaaf. Het is, ik vind het, ja, ik ben gewoon best enthousiast over deze... Ja, over deze race. Ik vind het gewoon vet. Oren, nou ja. Ja, dit ook bijvoorbeeld hier. Dus dit soort, oh, soort bloem. Is het, is gewoon vet. Het is gewoon, ja, ik vind het echt gaaf. Ik vind het er cool uitzien. Verder zijn ze allemaal vrij standaard, maar het is wel gewoon gaaf, vind ik zelf. Ja, ik hoef hier ook niet per se naar te kijken. Dit zijn gewoon de standaard dingen. De kleine details kun je aanpassen. Als je dat leuk vindt, kun je zelf weten. En... Nou, je kunt jezelf helemaal groen maken. Je kan ook wat creatievers doen. Nou, maakt niet heel veel uit. Dit is een beetje het basisprincipe. Gewoon hier weer dice. Dat kent iedereen wel. Ik zal nog even de female doen. Females. Ook hier. Ziet er weer gaaf uit in ikzelf. Het zijn de elementalist. Warrior. Het lijkt dan weer heel mannelijk moet ik zeggen. Dat kan dus ook. Kijk. Nou ja. Gewoon alles. Het ziet er weer goed uit. Het ziet er helemaal goed uit, vind ik zelf. Ja, Thief ook weer hier. Vind ik heel vet. Ja, sommige rangers dan weer hetzelfde als bij de
bij de mail. Ik zal even Elementalis doen. Dat is eigenlijk de enige waar ik echt na enige race profession waar ik duidelijk verschil zag tussen man en vrouw qua kleding. Nou, natuurlijk formaat, lichaamsbouw. Dat is net even wat jij mooi vindt. Er is, lijkt het zo op het oog, niet echt. Ja, nou, het doet er ook niet heel veel toe. Ja, dat kan wel gewoon zo. Hier kun je wel iets beter de skin pattern zien, zoals het heet. Gewoon de opdruk op je huid. Gewoon de kleur en dat soort shit. Dat kan ik hier ook goed aanpassen waarschijnlijk. Ik had hier op. Nee, niet weer. Oh, wacht. Ja, het maakt wel iets van verschil. Heel veel kleuren. Het, ja, net even zoals jij het wil. Oh, daarbovenin zie ik een kleur. Daar, bij. Niet? Nou, ik weet niet wat er verandert, maar vrij weinig. Gewoon een vette haarstijl, stylen denk ik. Kijk, laat ik gewoon groen doen, bult is een plant. Het is, ja, heel logisch, gewoon een soort haar, alleen dan van planten, van bladeren. Weer, dit komt ook een beetje terug wat je als man ook kan zijn, al kan hebben. Ook weer deze hoed. En weer deze reptielachtige stekels en zo. Dit vind ik zo wel vet, dus die ga ik even doen. Even kijken, ook bij de head. Dit is condoom. Je hebt hier bijvoorbeeld die vlinder niet. En dat schorsachtige ding heb je niet. Het is wel gewoon weer anders. Ik zal deze maar. Het is al vet. Oren, het is waarschijnlijk weer. Ja. Ik kan niet goed zien, maar oren zijn weer ongeveer hetzelfde. Face details, dat kennen we allemaal. De armor dice kennen we ook. Dit is wel voor nu, denk ik. Beetje de. Character. Het maken van een character. De character. Oh, ik kom er niet uit. Maar niet uit. Dit was voor nu de video. Hopelijk vond je het leuk. Ik ben niet overal heel diep op ingaan. Want het is allemaal wel een beetje hetzelfde. De character creation. Dat was hem, character creation. Dus ja, als je deze video leuk vond, like even op de video. Subscribe voor meer Guild Wars 2 video's. Want hierna komen nog een heleboel Guild Wars 2 video's. Als het goed is van de afgelopen beta weekend event. De derde beta weekend event. De derde en ook de laatste. Want binnenkort released Guild Wars 2. Dus ja. Als jullie meer Guild Wars 2 video's willen en ook natuurlijk andere games, maar dat is veel later. Dan subscribe even op mijn channel, like natuurlijk dit als je het leuk vond, een fractie van een seconde werk, staat niets voor. En als je een comment achter wil laten of een vraag of zo, ga je gang, ik lees het zeker en ik ga er ook op antwoorden. Voor nu bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je terug bij de volgende video.